Dames en heren, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe Fortnite update video. Als je wil, druk natuurlijk eventjes op het duimpje omhoog. Daarmee support je namelijk heel erg. Abonneren kan natuurlijk hier beneden. Jullie zien het, de item shop van vandaag. En vandaag hebben we weer leuke items, veel emotes, noem maar op. Rechts onderin kun je de code te veel gevraagd invullen. En wie dat ook heeft gedaan is Zakaria. Ik heb deze bundel gekocht met jullie support en create code. Kom ik in jullie ochtendvideo. Nou Zakaria, je zit erin. En natuurlijk ook heel erg bedankt dat je ons support. Een dikke shout-out aan jou. We gaan snel beginnen. Ik heb weinig nieuws, maar het nieuws wat ik heb is best wel big. Dus we gaan direct starten. Yes, en het eerste topic. Laten we eventjes kijken hoe ver we zitten in dit seizoen. Nou, op dit moment zitten wij op 84%. Wat betekent nog 12 dagen en dan komen we aan in season 3. Dus ja, het gaat echt niet lang meer duren. In die 12 dagen gaat nog best wel wat gebeuren. Dus daar wil ik het eigenlijk direct over gaan hebben. Allereerst wil ik het eventjes hebben over de content update. Ja, want het is natuurlijk vandaag maandag, maar morgen is het update dag, namelijk dinsdag. En wellicht krijgen we een content update. Ik verwacht eerlijk gezegd van wel, maar we weten natuurlijk niks zekers. Maar het zou heel erg goed kunnen. Bij een content update gebeurt best wel veel. Namelijk wapens worden eruit gehaald. Er nieuwe items worden toegevoegd. Map changes worden ook wellicht toegevoegd. Dat zou natuurlijk ook te maken kunnen hebben met het evenement wat eraan gaat komen. Want ja, dat is inderdaad het volgende dingetje wat ik wil aankaarten. We krijgen dit seizoen ook nog een live evenement. Waar wij ook live op YouTube bij zullen zijn. Dus een live Inception. Nou, maakt niet uit. In ieder geval, het gaat best wel big worden. Ik heb natuurlijk gisteren al in de ochtendvideo heel erg veel behandeld. Namelijk alle leaks, alle nieuwtjes over het eindevenement. Wil je dat zien? Klik eventjes op de video van gisteren, de ochtendvideo. Maar ik heb nog meer informatie. En dit wordt heel erg interessant. Namelijk, het gaat eventjes over een derde pools. En ja, dit is een pool, zoals jullie zien. En dit hebben we dus al twee keer eerder gezien. Maar deze is interessant, want na deze pools hebben we iets gekregen. Namelijk, er is iets veranderd op dit ding. Wat is het eigenlijk? Nou, in ieder geval, we zien hier onderin zien we een oranje bar. En dat is de eerste bar die actief is geworden na dus de derde pools. En ik denk dus dat uiteindelijk al die bars oranje zullen worden. Of wellicht een andere kleur. In ieder geval, ze worden actief. En wat er dan gaat gebeuren, waarschijnlijk start dan het evenement. Dus dit is een goede indicator om te kijken van, hey, wanneer gaat het evenement beginnen? Ja, waarschijnlijk sowieso een van de laatste dagen of de laatste dag. Dat is vrij zeker. Maar hier kunnen we gewoon eventjes opletten in ieder geval. Om te kijken van, hey, hoe ver en hoe staat het ervoor? Dus ik houd het sowieso eventjes in de gaten. Wanneer er meer bars actief worden, zal ik het sowieso eventjes laten weten in de ochtendvideo. Maar goed, dan weten jullie dat. Dat is in principe veranderd tot nu toe. We gaan door naar het volgende topic. Ja, en dit is ook wel eventjes een groot topic hoor. Namelijk, dit gaat eventjes over een nieuwe samenwerking. Ja, en dit is niet helemaal zeker. Het is natuurlijk een beetje speculeren, want het is niet officieel. Maar ik ga het eventjes uitleggen. Namelijk, Pac-Man, dat is een heel oud spel. Namelijk is gisteren volgens mij 42 jaar oud geworden. Ja, dus zo lang bestaat dat spel al. Als je dat spel nog nooit hebt gespeeld, moet je sowieso een keertje doen. Is echt heel erg leuk om te spelen. Maar in ieder geval, waarom wordt dit een samenwerking? Nou, dat komt omdat, ten eerste, Fortnite heeft op Twitter hun gefeliciteerd. En dat is niet heel gek, maar dat gebeurt ook niet heel erg vaak. Want Fortnite die zegt meestal dingen tegen partners. Dus met bedrijven waarmee ze samenwerken. Dus dat ten eerste. Maar goed, nu denk je van oké, dit is misschien niet echt een reden dat dit een samenwerking gaat worden. Maar er is één dingetje wat we vergeten. En dat is Donald Mustard. Jawel, namelijk Donald Mustard heeft een keertje in een video, en dat is volgens mij bij zijn thuis, heeft hij daarachter een Pac-Man kast staan. Jawel, dus daar kun je Pac-Man op spelen. En ja, we weten het hè, als Donald Mustard iets in de achtergrond heeft staan, dan betekent het gewoon heel erg vaak dat dat iets gaat worden in Fortnite. Dat hebben we nu al zo vaak gezien. Dus het zou heel goed kunnen dat inderdaad, ja, dat Fortnite X Pac-Man een waarheid gaat worden. Maar ja, nogmaals, we weten niks zeker. We moeten het allemaal nog afwachten en zien. Maar ik dacht, ik kaart hem wel eventjes alvast aan. We gaan door naar het allerlaatste topic. Ja, en dit is gewoon eventjes een grappige. Namelijk, IO Guards hebben blijkbaar een nieuwe techniek gekregen om over water te lopen.
Ja, ik weet niet hoe ze het doen, maar dit was een gekke glitch in ieder geval. Dames en heren, dit was het einde van de video. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Druk dan natuurlijk eventjes op het blauwe duimpje omhoog. Daarmee support je namelijk heel erg. Abonneren kan natuurlijk hier beneden. Zak te veel vragen kun je gebruiken. En ik zie jullie allemaal weer bij een nieuwe video. Peace out.